Je vergeet je SD-kaart en Brian komt tot de redding. En nou hebben we gewoon echt beeldmateriaal van mijn camera op mijn telefoon. Ik kan gewoon de pleuris krijgen. Dit is de vlog op Tomover. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Karp. Goedemiddag allemaal en welkom bij de vlog dinges van Tomover 2016. Volgens mij wil er eentje hoi zeggen. Zeg maar hoi. Hoi zeggen. Nee, hoi zeggen. Hoi zeggen. Hoi zeggen. Hoi zeggen. Hoi zeggen. Hoi zeggen. Ja, ja. Dat is zo moeilijk. Ik hoor geen Mario. Yes, hello. Ja, dit is eigenlijk voor heel veel... Oh, camera valt om. Dit is voor heel veel mensen nou nieuw, want heel veel mensen die hebben nou mij gezien als Pokémon trainer Stevie. Maar heel oude kijkers die kennen mij natuurlijk als Mario. En ik sta hier dus bij Tomover en dan ga ik gewoon een beetje rondlopen, gewoon een beetje vloggen. Vorige tenminste, week hoe dat was vloggen. Mario. Hey, vorige week was het niet Mario. Wel. Nee, toen was ik Stevie. Oh Mario. Oh, oh vlogceptie. Vlogceptie. Oh shit. Oh shit. Vlogceptie. Magikarp, verbreek de vlogsessie. Yeah. How to use spotlight. Nice. Not really working. Magikarp. What kind of Pokemon is that? Mistral Ponyta. Dat is Alola van Ponyta. Dat was die grastype. Er zijn de vlammetjes uitgegaan, dat kan niet anders. Ja. Ja, wat voor cam gebruik jij dan? Een goeie, hè? Een webcam. Ik gebruik een GMC Full HD. Ja, deze is ook Full HD. En nee, er komt geen counter, kijkers. Nee. Ja. Delete die comma. Maar mijn telefoon kan 4K. Spannend. Mijn handen kan je likken. Wat? En Magikarp kan splash. En Fireball kan gloeiende kolen. Splash op hem. Splash hem neer. It will be splashing in your blood. Dat is wel heel duister. Dat is heel erg duister. Nee joh, hele vrolijke gedachten. Hey, ja, maar hou er rekening mee. Sorry, hey, wacht, ik moet even een hand geven. Gyarados. Hi. Bedankt. De race moet ja, kleine moeite. Waar het kanaal Moonshine... Wacht even, ik geef jij nog wel even een kaartje. Ja. Dus jongens, we gaan dadelijk even naar buiten toe en de scène, de knip. Zo. Kijk, we hebben de Big Cheese gevonden. Helemaal niet, ik loop alleen maar rond als bezoeker. Ja, precies. Smoesjes, hij is op elke tomo aanwezig. I wonder why. Elke? Elke. Ik weet helemaal van niks. Ontkenning. Ik ontken alles. Ontken je ook dat je het ontkent? Dat is een hele moeilijke. Dat is een hele moeilijke. Ah, wij gaan nog wel even verder kijken, jongens. En dit is gewoon veel te lief. Dit is hier gewoon echt veel te lief. We gaan er even op inzoomen. Nou, anders kan je heel dichtbij hier, ja. Nou, ik heb hem al heel erg groot ingezoomd. Die kan hem niet missen. Ja, hij filmt niet op jou. Ja! Serieus. Je destrooit de na-moment. No! En hier heb je hem ook in het klein. No! Even kijken. Oh, hier. Kijk hier nou. Sorry, ik moet heel even met de camera heel vervelend wezen. No! Kijk hier. I want it. Ik zie heel veel Eevee liefde. Maken jullie die nou hier zo zelf? Ja. Oh, ik zou even op jou richten, dat is wel mooier. En die schilderijen ook? Of, Ja, allemaal zelf gemaakt. Ah, heel mooi, netjes. Je kunt ons ook vinden op Facebook onder Doodling Dorks. Sorry? Onder Doodling Dorks. Even harder zeggen. Kom op. Reclame voor je. Harder zeggen. Je kan ons ook vinden op Facebook op Doodling Dorks. Oké, ik hoop dat jullie dat konden horen, jongens. Dus, zo niet. Ze zijn te vinden op Facebook. Yes. Tegen onverwachte kosten. Heb ik het gedaan? Ja, dan wel. Ik echt een taas en naakt. Dat was een beetje. 12.
Ja, ik ben rustig aan het genieten van jullie verhaaltje. Ik heb alles opgeofferd voor mijn zwaar. Ik heb een spelersgeest. Jongens, ik heb alles opgeofferd. Ik heb namelijk een full art Dark Ride. Was Dark Ride? Dark Ride. Ja, Dark Ride. Full art Dark Ride kaart ingeruild voor een full art Espeon. En morgen. Iedereen Darkrai-fans, sorry. Echt iedereen. Ja, iedereen in de comments. Hoe durf je dat stom? Nee, waarom doe je dit nou? En morgen, dan gaat er een Mega LXM X. Okay. En een Genesect Full Art. Ook gerald worden voor een Full Art Glaceon X. Yay! In de comments. Jij bent er gek! Magikarp heb ik al. Anders krijg ik ruzie. Ja, het is over een Genesect. Oké. Okay. Ja, dat is een heel raar stom beest die mij heeft teleurgesteld op Elfia. Ja, laat zien. Die heb ik niet bij me, die heb ik morgen bij. Ja. Want morgen moet ik hem ruilen. Dus morgen, voordat ik hem ruil, moet ik hem dus eerst jou laten zien. Alle drie de kaarten die je gaat ruilen. Het zijn er maar twee. Twee. Ja, die ene heb je al gezien. Welke dan? Die Darkrai. Nee. Oh nee, die heb jij niet gezien, want jij was toen met de foto bezig. Maar ja, die helaas heb ik al gerolen. Je kunt hem overkopen, serieus. Je kunt hem daar gewoon kopen. Ja. Voor maar 18 euro is die voor jou. Ja. Wat ga ik er godverdomme doen met de kaart in mijn kamer? Ja, jij zei dat je Darkrai awesome vond. Oh ja, maar wacht even. Awesome. Je zegt oh, je open, vond. Hij had geen geld. Moment is over. Moment is over. Nee, Darkrai, we vonden hem awesome. Moment is over. Ondertussen heeft Gregory ook een ocarina. Volgens mij is dat wel een goede deal. Nee, we willen jou op een neutron spelen, niet Leroy nadoen. Stoute jij? Dat moment dat je baard in de weg zet. Ik zou het wel heel klein doen. Nee, dan kan ik misschien wel zo flinterend dun maken. Dat was zo dik. Nee, ik vond het hartstikke mooi. Begin is gemaakt. Ja. En onze meester der ocarina's die negeerde het gewoon. Nog een keer, alsjeblieft. Nog een keer. Voor maar 30 euro heb je eigen ocarina. Ja. Wauw, earthquake. Kijk, we used earthquake. It's very effective. Ja, yeah, the camera it is. We want more. Eén moment, fysieke mankementen. Oké, we hebben nou alweer een break. You got to break through. You got to break free. Oké, kan er weer? De nachtuil. Komt weer de nachtuil. Ik weet niet welke uil dit is, maar het is een... Ja, daar is hij. Ik huil gewoon. Ah, zo slecht speel je nou ook weer niet. Jij. Wat, de kijker? Jullie zijn allemaal awesome. Degene die de camera bedoelt is minder awesome. Wat? Hey, hij wees. Helemaal mee eens, ja, totaal. Yes! Dames en heren, dat wel. We zijn er niet, ik zie. Alleen binnen? Dat is zijn deuntje, dat is zijn teamsong. Wat vind jij er nou van? Nou, hij doet in ieder geval goed zijn best. Wat zeg jij het? Zacht. Jij gaat niet door de volgende ronde. Jij bent de zwakste schakel. Ja, sowieso. Tot zo! Ik ga toch lekker filmen, maar heel eventjes. Het is maar een klein stukje. Onze driver, onze Erik, is dag 2 trouwens. Daarom ben ik nou geen Mario meer. En nou moeten we wachten voor een groot stoplicht. Sorry hoor, nu is het rood. Hij is groen hoor. Ja. Het is Luigi! Ik weet niet wat jij zit te lullen inderdaad. We zijn nou bij Nijmegen. Denk ik. En het is vroeg. Ja. Nou ja, het valt wel mee. Dat zegt nu heel veel degene die een hele rare droom heeft gehad. Ik heb helemaal geen rare droom gehad. Harry,
Wie is Harry? Jullie hebben een flauw idee waar het over gaat. En het gaat ook nergens over. Wanneer is deze scène afgelopen? Nu dus. Oké, dit keer hebben wij het heel anders aangepakt. Wij gaan voor de fun, gaan wij weerwolven van Wakkerdam doen. Er zijn dus weerwolven, die willen de mensen opeten en de mensen die moeten de weerwolven zien te vangen. Weerwolf. Daar komt het praktisch op neer. Ik ga niet te diep op in de details in. Ik zou zeggen, geniet van de video, scène die nu komt. Oké, we zijn hier weerwolven aan het doen. Ik ben hartstikke dood. Onze burgemeester. Dankjewel, Jehova. Ik was burger. Ah. Damn, people like screwing the town. Like living the town. I'm a hula kinky town, maar oké. Okay. Moet wel toegeven, ik had echt wel meer kinderen verwacht onderhand. Maar oké. Ja, er zijn drie mensen. We hebben er 9 maanden mee gehaald. Ik moet wel toegeven, de meerderheid van de vrouwen is van kant gemaakt. Jongens, we gaan een probleem hebben. Dat maakt niet uit. Hele leuke dag toe bij de dames over. Wat leuke dag. Jongens, altijd wel het doorgaan, gaan we een probleem krijgen. We zullen het echt moeten oplossen. Ik heb geen zin om zo bezig te gaan zitten. Verder zeg ik in ieder geval, daarom moeten we een poging wagen om nog een weerwolf van kant te maken. Nou, één toegeven. Als ik om me heen kijk, heb ik een paar verdenkingen. Ik kan niet mijn vinger erop plaatsen, maar ik heb een gevoel. Okay. En het eerste gevoel is, op basis van mijn lange geschiedenis vechten tegen weerwolven, is jouw gedrag in vergelijking met de laatste keer dat we speelden. Toen hielp je de burgemeester extra veel. Ja. En daarnaast nog eens een keertje hielp je Stefan extra veel wanneer hij een idee kwam om te lynchen. Het is Stevie. Oké, Stevie. Dus op basis van je oude gedrag en het feit dat ik een herhaling zie, ga ik nog één keer het zwaard trekken. En ik trek hem naar jou. Nou, dan wil ik één ding zeggen. Het viel mij vanaf het eerste beurt op, maar ja, ik wist het nog niet helemaal zeker. Ondertussen krijg ik wel een beetje een verdenking. Degene die naast jou zit, die heeft namelijk niet gestemd toen wanneer we de weerwolf gelinst hadden. Ja, maar oh, jij ook niet. Ik ben sowieso een man van karakter. Als ik een besluit maak, blijf ik erbij. En mijn verdenking gaat aan. Naar jou. Oké. Ligt aan de burger tot men op vertrouwen, moet aan de burgemeester om te zeggen van laat de burgemeester. Joint in ons of joint in ons niet. Nou, ik wil nu de wolf nog wel even één ding dan extra benadrukken. Aangezien zij toegeeft dat zij ook niet gestemd heeft in die ronde, vertrouw ik haar in ieder geval wel. Want een weerwolf zou niet zeggen van, ja, ik heb inderdaad, toen niet gestemd. Ja, maar hebben wij de aan wie geen weerwolf is? Dan moet jij weten daar wie er weerwolf is. Daar hebben we ook heel veel aan. Dan weten we op wie we niet moeten stemmen in ieder geval. Ik kies op basis van, ja, hints. Basis van karakteristieken. We gaan naar clues volgen. We gaan niet zeggen om iemand één keer de waarheid spreekt, dat die geen weerwolf is. Een weerwolf kan ook zeggen van, ja, ik heb ook niet gestemd. Betekent niet gelijk dat de verdenking stopt. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik wil gewoon alleen meer suggesties, want ja, nu zitten jullie heel erg op mij gericht. Dus dan ga ik natuurlijk wel zeggen. Ik zorg nu voor Glacion. Ik zal er goed voor zorgen. De andere bedenkingen wil ik mee wachten, omdat ik namelijk ook op karakteristieken zijn. En die karakteristieken wil ik pas helemaal confirmeren wanneer ik klaar is. Als ik namelijk duidelijk maak wie ik verdenk, kan ik karakteristiek anders gaan gedragen. Ja, voor mij is dit gewoon zwaar kloot, want ik moet mijn bek houden. Oh. Ja, ik ben er ook maar. Enjoy the game. In ieder geval, mijn zwaard uit naar jou. Burgers! Volgen jullie mij of volgen jullie mij niet? Special effects. Trek je mijn zwart nou af? Hey, hallo, ik had net kleine kinderen kijken. In ieder geval, burgers. Volgen jullie mij nog één keer de strijd in? Ik zeg iedereen die met hem eens is, om hem naar de galg te brengen. Stik je hand op. Geloven jullie hem? Er zijn bedenkingen, wat zijn weerwolf is. Ik zeg stemmen.
Op 3, 2, 1. Nee, eerst handen omhoog, hoop. Eerst handen omhoog. 3, 2, 1. Ja, mijn rug de vol van me niet eens meer. Dat baard loopt. Maar ik verdacht niet. 2, 4. Wacht even, wie stemt er dan heel veel op mij? 1, 2, 3, 4. Jij stemt toch ook op mij? Ja, jij stemt op mij. Ja, oké. Dat is 1. Ja. 2, 3. Ja, 3,5. Burgers die stemmen teleur, maar goed. Ja. De vol hangt voor jou. Draai je kaart op. Wat was jij? De jager. Oh. En wie neem jij mee? Neem hem mee. Maak zelf zijn kiezen. Hebben jullie toch goed gehoord? En jullie hebben een plezier om bijt hem! Maak hem af! Maak hem af! Vertrouw je eigen burgemeester. Nou, weer ongeveer wel. Zak. Ja, ik maak altijd graag misbruik van de burgemeester. Ik voel helemaal niks. Hij is gewoon laatst, man. Hij is gewoon de wereld. Burgemeester zijnde ben ik de reden dat er een weerwolf dood is. Maar spijtig dat wij onze trouwe jager van kant gemaakt hebben. Een keer onbetrouwbare haastoos. Hij had toch maar een kogel. Ik hoop. Can't camera. Ik hoop in ieder geval dat jullie in het vervolg wat beter jullie burgemeester vertrouwen in plaats van een haag mol te luisteren. Die was zeker klaar op hem. Op zich, 2/3 heeft de burgemeester goed gevolgd. Ja, daarom kan ik zeggen van, het zal nog een keer moeten, hè? In ieder geval. Ja, hoe die zeggen. Ik zeg, laten we feest vieren en laten we naar bed gaan en luisteren naar Gods woord. Oké, dit is dus het moment dat ik normaal gesproken niet mee zou mogen kijken, maar ik ben dood. Dus laten we kijken naar het hele spel. En kijkers, jullie mogen ook jullie moeten je mond dicht houden, kijkers. Niks verraden. Nou, vervolgens in deze nacht. Harder! Vervolgens in deze nacht! Harder! Harder! Wacht! Ons altziende oog wakker! Wat zeg je? Ons altziende oog, onze waarzijn. Van vrienden, jij weet wat, de waarde van de vijfers. Dan worden vervolgens... Ik mag met de camera ook geen spoilers geven, dus... Tart! Heer Holden. Wie zijn jullie afgemaakt? It was a pleasure serving you all. Duidelijke keuze, Heer Holden. Dan zeg ik maar één ding. Wel testen. En dan verwelkom ik jullie allemaal weer op een nieuwe dag. Maar ja, hij wordt meegenomen door de houters naar voren gehaald. Wat was jij? Nou, eens even kijken. Goedemiddag, welkom bij onze burgemeester. We zijn nog met 5 over. We hebben nou nog 5 burgers overdags wakker. Nou. Dat is een heel stuk minder dan waar we even begonnen in het dorp. Burgemeester. Nou, de ziener is dood. Dank u wel, ziener, voor geen enkele hint geven wordt gelijk het ja of nee. Had best kunnen helpen. Maar verder. Ik vraag jullie beste burgers. Laat mij 1 intuïtie volgen. Gewoon puur op intuïtie. En vage hints. Om te kijken of ik gelijk heb ja of nee. Kan ik het doen of niet? Als de wagen in ieder geval werkt, dan zijn we misschien van de weerwolven af. Althans, nee, we hadden 4 weerwolven, waarschijnlijk nog niet. Maar waarschijnlijk 1 weerwolf minder. Wil ik zeggen, vertrouwen jullie mij op intuïtie, dan zeg ik wel eens je hebt.
Ja. Zijn we nu in een, op een moment dat op intuïtie en vage hints af kunnen gaan? Nou, het werd twee keer al, dus ik dacht, nou ja, kan allemaal niet. Nou ja, twee, drie is goed. Wat heb je tegen je voor jezelf te zeggen? Ah, ik weet dat ik geen weerwolf ben. Hungry, onthoofde, naar de guillotine, Marie Antoinette hem. Boeken op Pico hem. Dat is een beetje dood, hoor. Dat is een beetje dood. Duizend treinen nodig. Maak dat. Volgens mij is er weinig dat ik kan doen om mezelf te verdedigen tegen deze autoriteit. Oh, wacht, stemmen. Oké. Ik dictator. Maar het is niet verplicht om te stemmen. Dus als je niet wilt stemmen, hou je hand dan in de lucht. Allemaal handen in de lucht hierover. Ja, leven. Sorry, mooi naar staat ook. Allemaal handen in de lucht hierover. Leven. Waarom? Drie. Twee. Ik heb geen echt een nutpunt bedenkt eigenlijk. Jongens. Oh. Drie. Deze staat omhoog. Deze. Het lijkt wel Objection City hier. Objection. Hij heeft kramp in zijn hand. Laat maar zien. Jij bent het. Yes. En ik iedereen. Want jullie zijn nog in leven allemaal. De wereld. Hoera! Hoera! This is Sparta! Ik stemde heel slim op mij toen in de dagronde. Dat deed ook bij had mij. Gezegd, dat deed ook bij mij. Ja, dat was ik deed dat bij jou inderdaad, want ik zag al, er was een meerderheid. Ja. Oh, helemaal vergeten. Ik ben moe. Ik heb deze twee nou gewoon niet bij me. Dus ze zitten achter elkaar, ik weet niet waarom, maar ik heb deze gewoon zo. Ja. Dus ik vind Pikachu hier ook heel erg raas om te kiezen, zie. Nou zien jullie me in één keer op de achtergrond. Ja, kijk Pikachu's. Dus ja, Tomo Fair 2016 is nou een beetje tot een einde aan het komen. En ja, Brian, zeg het eens. Auw, wat zie je er Dankjewel Brian voor hoofdpijn. Dus, Tomo Fair 2016. Ja, jullie hebben niet echt veel kunnen zien. Omdat we hebben veel gekletst, zoals altijd. Dat is soms taak. Ja, inderdaad. Je staat een beetje schuin, dus laat ik ook schuin staan. Ja, nu sta ik recht. Hoi, mam. Mam. Nee, mam. Stop nou eens met bellen. Nee, het is heel gezellig geweest. We hebben heel veel leuke mensen gesproken. Weerwolf van Wakkerdam was geweldig om te doen weer. En ja... Blijft inderdaad een heel leuk spel. Yep. Dus deze Eevee Master hier, ik heb mijn Eevee collega gevonden. Draai eens heel even om, dan kunnen we even naar je rugzak. Ja, maar ja, je rugzakken? Ja, anders draai ik wel om. Ik hier, echt, vind ik zo gaaf. No! Editor, dat is een strikje. Editor, no, edit. Kom op, maak het geluidje er even bij, dankjewel. Dus en hier hebben we Game Rooms, hartstikke gezellig, maar. Echt, no! No! Dus ik ga je al eventjes helpen tot iedereen netjes gaat afsluiten. En we komen dadelijk nog even met het slotwoord. Het is Greg. Hallo. Hoi zeggen. We zitten bijna op het einde van de video. Doei zeggen. Nog niet. Nog niet wegklikken. Want we zijn hier natuurlijk niet alleen met mij. We hebben namelijk ook nog Vistikman. Wil jij graag bij de vissen zwemmen? Ja, dan kan ik meteen Kyogre in een masterbal gooien. Volgens mij zit in dat watertje die ik weet wel alleen maar Magikarps die niet zo blij zijn met jou. Nou, dat is dan mooi, want dan ga ik een Magikarp ga ik zelf trainen. Dan ga ik hem helemaal sterk maken. En dan ga ik uitbreken met Magikarp. Pokémon. Ik heb geen flauw idee waar deze discussie over gaat, jongens. Over uitbreken met je Magikarp. Zoiets. Ja. Juist. Maar ja. Leukste moment van Tomover. Nou, het leukste moment was eigenlijk...
Ja, vooral het samen weerwolven spelen met mijn vrienden. Weerwolven. Ik vond de weerwolven ook leuk, maar mijn leukste momentje dat blijft toch Full Art Glaceon, Full Art Espeon. En op het einde zelfs nog een pakketje die ik heb gekregen. Ook nog een Espeon eruit te kunnen trekken. Maar inderdaad, weerwolven van Wakkerdam is echt wow, zo gezellig. Ja, jullie hebben trouwens af. En dat was de andere Espeon. Dus ja. Vandaag de Full Art en de andere. Ik onderbreek heel eventjes de video hier. Ik hoor het nou zo vaak over de kaarten hebben. Met Tomofee, ja, heel veel kaarten gehad. En ik denk, ja, laat ik jullie die kaarten ook heel eventjes zien. Nou, zoals ik het er dus al over heb gehad. Trouwens, dat is mijn Eevee map. Die heb ik gehaald bij... ja, bij Tomover, een van de leuke items die ik dus heb gehaald. Maar wat ik dus heel erg leuk vind om te laten zien, is dat ik dus deze daar geruild heb voor die Mega Alakazam en Giratina, geloof ik dat het was. Ik weet het niet in ieder geval, maar ik wou dus dolgraag Glaceon hebben en hier heb ik dan de Glaceon. En als ik dan een beetje verder ga kijken, ja, dan zien jullie dus al de andere kaarten die ik al bij andere evenementen, bij andere evenementen dus te pakken heb gekregen. Maar het grappige was, deze twee hierboven, die zijn dus echt de grootste prijzen eigenlijk van Tomover. Dit pakje dat had ik namelijk bij een stand gehaald en daar zat dan een Full Art Darkrai in en die namen ze maar al te graag aan. En die wou mij dan verblijden met de Full Art Espeon. En deze die heb ik dan zelf uit een pakje mogen trekken en daar ben ik dus ook echt heel erg blij om. Dan zullen jullie denken van, zijn dit alle evoluties die je op dit moment hebt? Nee, ik heb nog een... ja, Full Art Umbreon, die zit in mijn deck toevallig. En ik heb ook Jolteon EX, de enige die ik nog mis qua evoluties. Dat is dus Vaporeon. En vooruit, ik zal ook heel even mijn andere ex-Pokémon laten zien. Want deze map die zit dus echt helemaal vol met Eevees. Maar daar gaat niet echt over Tomofer, maar goed, heel kort. Andere kaart die ik dus heb getrokken op bij Tomofer. Dat is hier de Full Art Rocket Grunt, die we dus hier kunnen zien op het moment. En ja, dit zijn andere kaarten. Deze die heb ik uit mijn eigen Elite Box te pakken gekregen. Deze die heb ik gekregen uit een pakje volgens mij op Elvia. Deze die heb ik gewoon twee keer te pakken gekregen zelfs. Ik heb hier nog een Gardevoir, de oude Mew kaart. Ik heb hem hier nog gewoon tussen zitten, hartstikke grappig. Mega Venusaur X heb ik hier dan nog zitten. En een Togetic X, hartstikke leuk. En voor de rest, ja, dan heb ik hier nog een paar promokaarten. Die zijn niet echt heel erg boeiend. Maar ja, willen jullie dus dat ik wat vaker misschien, als ik boosterpacks heb, ze ook open voor de camera? Laat het heel eventjes zeker weten in de reacties. En met dat gezegd te hebben, terug naar ik die samen met de rest een afsluiting aan het doen was. Sorry voor de onderbreking. Nee, maar weerwolven van Wakkerdam was echt een van de... Ja, jullie hebben het gezien hoe gezellig dat zoiets wel niet kan zijn. Dus ik ben twee keer aan vertellen geweest. Dat vind ik wel jammer, want eigenlijk heb ik maar één keer nou meegespeeld. En dat is toevallig de keer die jullie zagen. Ja. En jullie weten dat ik dat niet echt goed heb na kunnen vertellen. Dus hij is graag kapitein Haak. Waarom ben jij graag kapitein Haak? Omdat ik een fascinatie heb met krokodillen. Ze zijn namelijk een van mijn lievelingsdieren. Oké, nou jij was de eerste keer was jij Nemo. Inderdaad. Met de Disney variatie. Yep. En de tweede keer was jij, en dan moet ik heel eventjes nadenken, en ik zeg Aladdin. Yep. Waarom Aladdin? Waarom ook niet? Touché. You win this round. You win this round. In ieder geval, ja, ik ken onze drieën nou niet zo in beeld krijgen, maar ik ga het dus hartstikke leuk. Ja, ik zal mijn klepje even draaien. Ja, dan doe ik toch je klep. Ik doe onze klepje even zo draaien. Ja, staat... ja. Yes. We gaan afsluiten. Dus ja, dit was Tomover 2016. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Ik was Stevie, Zelda Play 20. Erik. Ja. Draaimeister. En tot de volgende video. Doei! Doei. Ik heb mijn handen vol, dus ik kan niet zwaaien. Doei! Jouw hand staat er niet op hoor, ik weet niet wat je aan het doen bent.